Dag mensen, een hele goede dag en welkom bij deze altcoin-analyse. We gaan kijken naar Ethereum, Polkadot, EOS en Chainlink. En deze video is natuurlijk educatief van aard en geen financieel advies. Vergeet de video niet te liken als je dat nog niet hebt gedaan en abonneer je ook op het kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwe analyses. En we beginnen even kort met Bitcoin. In de Bitcoin Magazine video had ik al laten zien dat we hier potentieel in een falling wedge, een bull flag zitten, waarvan de technische target in ieder geval weer die 10.666 is. En dus als je hem er hier op zet, dan zouden we daar naartoe kunnen gaan. Dat is in ieder geval de technische target. Die wordt niet altijd gehaald. En ook hier nogmaals, die 10.500 is een sterke weerstand. Mocht de bullflag naar beneden uitvallen, dan zitten we gauw op die $10.000. En als die breekt, dan zouden we ook weer terug kunnen gaan. Toch om die futures gap in ieder geval deels te vullen. Misschien wel helemaal. En dan zouden we ook weer een verdere bullish divergentie kunnen zien op de RSI en de koers met een lower low en toch ook weer een higher low op de RSI. Dus dat is iets wat we ook in de gaten houden. Er zijn altijd twee of eigenlijk altijd meerdere scenario's mogelijk, maar dit zijn de scenario's waar ik hoofdzakelijk naar kijk op dit moment. Dan de Bitcoin Gap. Dus wat je dan zou krijgen is dat je de Bitcoin Gap deels vult, vervolgens een bounce krijgt en later alsnog die gap volledig vult. Dat gebeurt regelmatig, dat die gap dus eerst gedeeltelijk wordt gevuld om vervolgens daarna pas volledig te vullen op een teruggang naar beneden. Dan, wil je leren traden? Doe dan zeker de kennismakingscursus. In ongeveer een uur tijd leer je in ieder geval een goede solide basis over wat traden is. En als je meer wil leren, een professionele trader wil worden en ook echt winst maken en je verliezen beperken, dan kun je ook de volledige cursus doen. Je vindt de link onder de video. En als je dat eenmaal hebt gedaan en je hebt natuurlijk nog vragen, dan kom je ook in de Discord groep terecht na het doen van de cursus. En daar deel ik ook meerdere updates over de dag heen. Niet alleen over Bitcoin, maar ook altcoins. En je kunt hier dus je trade vragen kwijt in dit kanaal en ook andere traders delen hun Bitcoin en altcoin visies. Wat kan er gebeuren? Meer oog op de grafiek en we zijn inmiddels 30 online en 83 offline, dus met 100 man sterk in ieder geval kijken we allemaal naar de grafieken. Dus doe de cursus, kom ons gezellig joinen. Dan gaan we beginnen met Ethereum versus Bitcoin op de wekelijks grafiek en we zijn uit deze driehoek zijn we gebroken, zijn we naar boven gekomen en eigenlijk ook de technische target geldt vanaf hier. En wat we nu ook zien is eigenlijk wekelijkse consolidatie. En dat is ook helemaal niet gek. We hebben een mooie flinke stijging gezien en ook hier is die 12 EMA support. En dat is eigenlijk bullish. Zolang die 12 EMA support blijft, verwacht ik dat we hier gewoon een higher low zullen maken ten opzichte van deze low hier. En dat we daarna door kunnen gaan. En dat betekent dat Ethereum dus in het scenario naar 560, 650 tot $800 kan gaan, zolang die 12 EMA support blijft. En dan zou dat gewoon een high-low zijn en zouden de bullmarkt voortzetten. Gaan we daar ondersluiten op de wekelijkse, dan wordt het misschien ook wel een evenwicht patroon waarbij we verder consolidatie zijwaarts krijgen de komende weken en maanden om later pas hopelijk dan weer naar boven uit te breken. Maar we zitten boven die 12 EMA, dat is positief. En op de dagelijkse zijn we er wel onder beland. Dat is ook niet gek. Dus we hadden in het bullish geval hadden we die support moeten houden. Nou, dat is niet gebeurd. En nu zitten we ook onder die weerstand. En we worden nu gesquished tussen de 50 moving average en die weerstand. Dus daar moet binnenkort ook een reactie gaan komen. En als we kijken naar de Ethereum versus dollar. Eigenlijk hetzelfde verhaal. En er zijn eigenlijk twee scenario's waar ik naar kijk. Dus we hebben die dump gehad. En we zijn naar het volgende. We hebben die support op 363 en ook zeker die 400 niet gehouden. En de volgende support die zat is op die 328 tot 323. En daar zijn we eigenlijk gekomen. En als we de koers even op de wekelijkse zetten, dan zie je dus dat van de start, de swing low, naar de swing high, hebben we dus ook weer hier de golden pocket regio bereikt en hoeven we boven die 12 EMA. Dus wat dat betreft ziet dat er nog redelijk positief uit. We zouden nog een dip verder kunnen krijgen richting die 311 en misschien wel een wick naar beneden richting die 285 tot 290, wat dus de vorige support was. Dus dan krijgen we gewoon een simpele support resistance flip. Niks geks aan en dat zie je vaak in de markt gebeuren. Goed, betekent nog wel dat we dan flink gaan dalen, maar het zou gezond zijn als we daar gewoon een support flip van maken rond die 280 tot 290. Op de dagelijkse en op de wekelijkse hebben we dus die golden pocket bereikt. Op de dagelijkse zitten we onder de sterke support, dus dat is nu de weerstand, die 363. Die is nu dus verloren en is eigenlijk hetzelfde als de 10.500 voor de Bitcoin. Als we er weer boven kunnen komen, dan kunnen we een wat sterkere bounce verwachten richting de 3.
78, hè, die 0,382 Fibonacci. En wellicht de $400, ook als Bitcoin in zijn bullish patroon richting de 11.150 komt. Dus dat zou ook van afhankelijk. In het bearish geval blijft die 363 de weerstand en krijgen we daar een verdere afwijzing door naar beneden, terug naar die 325 en potentieel de 280 tot 290. Op de lagere timeframes lijkt het erop dat we hier potentieel een opwaartse driehoek zouden kunnen krijgen. Ja, dus er worden higher lows gemaakt hier en dit is ook een weerstand, die 363, dus dat zal daar waarschijnlijk tegenaan blijven beuken. En je zou ook kunnen zeggen dat het meer een symmetrische driehoek is, waarbij er een evenwichtpatroon is die steeds dichter bij elkaar komt en op een gegeven moment moet gaan uitbreken. Dus dat voor Ethereum in ieder geval. En als we naar boven uitbreken, 363 zal de eerste weerstand zijn. Als we er overheen kunnen komen, kijk ik naar de 376, wat ook hier de weerstand is. Ja, dus dat valt wel samen en potentieel dan ook de volgende weerstand op de 0,5 Fibonacci op 398. Dus dat voor Ethereum. Dan gaan we nog even kijken naar Polkadot en EOS. We beginnen wel eerst met EOS. EOS heeft ook een flinke smak gezien natuurlijk. En moet niet die 200 daily moving average opnieuw gaan verliezen. Dus we zien dat de koers hier eigenlijk onder die 200 daily moving average gesloten is. Maar dat is voor veel mensen blijkbaar een buy sign geweest. Die $2,50 support hier. Die eigenlijk hier loopt. En daarna hebben we een mooie bounce gezien. En nu zijn we eigenlijk aan het consolideren en wordt er best veel teruggegeven. De 200 moving average moet hier support blijven. Als we die verliezen en die zit nu op $2,77, dan zie ik de koers in ieder geval wel weer teruggaan naar die $2,50. En daarna zit er weer support hier rond de $2,30. Als die 200 moving average support blijft en we zitten zo te zien ook in een falling wedge, wat een bullish patroon is, die nu zo direct waarschijnlijk misschien kan uitbreken, waarbij de 12 EMA nog steeds die weerstand is. Dus bears zijn ook hier zeker, hebben hier de overhand. En de technische target ligt in ieder geval weer op $3,15. Dus als Bitcoin nu in een patroon uit kan breken naar boven, dan zullen de altcoins daar waarschijnlijk ook in ieder geval de USD-paren zullen daarin meegaan. Dus dat voor EOS. Dan nog even naar Polkadot. En daarna nog naar Chainlink. En nogmaals, like de video als je dat nog niet hebt gedaan. En als je de content waardeert. Ik waardeer het in ieder geval heel erg. En abonneer je ook op het kanaal. Voor Polkadot eigenlijk hetzelfde verhaal als bij Ethereum. De $5 rond hier psychologisch is hetzelfde als de 363. En hier zie je eigenlijk hetzelfde. Je hebt hier potentieel een opwaartse driehoek die naar boven kan uitbreken. Die een technische target heeft van $6,57, $53. Of we daar komen, dat is een andere vraag natuurlijk, want er zit enorm veel weerstand. $5 psychologisch rond en ook hier op de $5,55. Daar zit gewoon weerstand. Dus dit is een mooie technische target, maar we mogen niet al te bullish zijn naar mijn mening. De markten zien er wat wankel uit, Bitcoin ook, ondanks dat we potentieel een stijging kunnen gaan krijgen. Verwacht ik dat we daarna in ieder geval omlaag zullen gaan. Dus neem je winsten als je in de winst zit. Dat is belangrijk. En even kijken, de technische target hier op $6,55, $5,58 en hier ook de $5 in ieder geval. Dus dat voor Polkadot. En even kijken, nog naar Chainlink. Die zit hier. Link natuurlijk. LTC, Chainlink. Nou, dit is eigenlijk waar we naar kijken op Chainlink. Een potentiële vorming van een inverse head and shoulders. Even kijken. Dus ook op de wekelijkse. Voor Chainlink hebben we die 12 EMA bereikt. Het is altijd goed om te zien dat dat wel support houdt. En dat gebeurt vaak in een bullish momentum op de wekelijkse. Waarbij de 12 EMA support blijft. Je kunt wel onderschieten, maar je wil het liefst boven sluiten. En Chainlink is maar liefst tot en met de $9 gezakt. Dus als je dacht, hier wil ik Chainlink kopen. Dat is dan natuurlijk altijd een slecht plan op de top. Maar als je niet Chainlink hier aan het kopen bent, dan moet je je plan eens even inzien en bekijken. BIF kopen wanneer er bloed op de straat ligt, in ieder geval wat ze zeggen. En verkopen als iedereen juist bullish is. Goed,
Dat was een slechte quote van een slecht gequote versie van mij van Warren Buffett in ieder geval. Maar waar we in ieder geval naar kijken op de 4-uur grafiek voor Chainlink is het volgende. En dat is een inverse head and shoulders. Hè, de linker schouder, hoofd, rechter schouder. Het volumeprofiel past er niet helemaal bij. Dus ik ben over het algemeen zie je juist hoger volume op de linker schouder. En dat zouden we nu eigenlijk ook graag willen zien. Maar goed, inverse head and shoulder met een neckline op $12.98. Wat misschien dan ook wel de $13 zal worden als hij een uitbraak kunnen krijgen. Dus volgens deze groene lijn support maken en dan door naar target 1, wat de volgende weerstand is. En die zit op $14.63. En de technische target van die inverse head and shoulders die ligt op de $16.40. Dus dat zou mooi zijn als we daar kunnen komen. Maar hetzelfde geldt als met alle andere altcoins en analyses. Als Bitcoin omhoog gaat, kunnen die alts mee versus de USD paren. Maar als Bitcoin toch een flinke daling naar beneden maakt, zullen die setups van deze altcoins ook gaan falen. Anywho, dat was het voor deze video. Like de video, comment op de video. Happy trading en ik zie jullie bij de volgende video.